Hey, welkom bij een nieuwe video. Leuk dat je weer kijkt. En in deze aflevering gaan we het hebben over thuisbatterijen en noodstroom. Hoe werkt een thuisbatterij met noodstroom? En wat gebeurt er precies op het moment dat de stroom uitvalt in je huis? Hoe neem je thuisbatterij het dan over? En zijn er verschillen tussen de verschillende thuisbatterijomvormers? Nou, al die punten gaan we behandelen in deze video en ik ga je laten zien hoe het werkt. Laten we daarom even beginnen bij het tekenbord. Nou, zoals jullie zien ben ik een geweldige tekenaar en ik hoop dat het duidelijk is. Maar ik heb hier even een standaard huissituatie getekend. Dus we hebben een zonnepaneel, die ligt op ons dak. Het zonnetje schijnt er lekker op. Die stroom van het zonnepaneel die gaat naar de omvormer. Van de omvormer gaat de stroom naar de meterkast. Daar wordt de stroom verdeeld over alle groepen die op dat moment stroom vragen. Blijft er nog stroom over van de zonnepanelen, gaat dat terug het net op. Maar wat nou op het moment dat het net wegvalt? We hebben stroomuitval, dus we hebben geen stroom meer in de wijk. Iedereen zit in het donker, dan is er ook geen stroom meer in de meterkast. Maar dan denk je van, hé, maar er kwam toch zon van mijn zonnepanelen naar mijn meterkast? Dat klopt. Alleen die zonnepanelenomvormer, zodra die merkt dat er geen net meer is, is het in Nederland zo geregeld dat die meteen uit moet. Dus die werkt ook niet meer. Nou, en waarom is dat? De mensen, het net valt weg, ze hebben een kabel geraakt. Dan moet die kabel natuurlijk meteen spanningsvrij zijn. De mensen die aan het net werken mogen niet onder stroom gezet worden. Nou, en daarom gaat die omvormer uit om eigenlijk de mensen te beschermen die aan het net werken. En daarvoor wordt deze spanningsloos. En dat heeft dan helaas ook het nadelige gevolg dat je dus ook geen stroom meer in je huis hebt. Zodat je volledig in het donker zit. Nou, en dat kunnen we dus oplossen met een thuisbatterijsysteem. Nou, hoe dat werkt zal ik je nu laten zien. Nou, hier in onze showroom hebben wij zo'n noodstroomsysteem. Dit is de hoofdschakelaar van de meterkast en dit is een lamp die wij hier aan hebben staan. Op het moment dat ik nu de stroom van mijn meterkast haal, zul je zien dat het thuisbatterijsysteem direct de lamp overneemt. De lamp knipperde niet eens. Want wij hebben een Victron thuisbatterijsysteem en dat heeft een omschakeltijd tussen de 10 en 20 milliseconden. En dat betekent dat als jij een laptop aan hebt staan, een computer, een server, een lamp, noem maar wat op, alles blijft aan. Het valt niet eens heel even uit. Je hebt ook dat thuisbatterijen die eerst een paar seconden uitvallen, dan weer opstarten. En dat je dan weer stroom hebt, maar bij Victron loopt het allemaal naadloos in elkaar over. Hoe dat werkt, zal ik je nog even laten zien op het bord. Nou, ik heb weer een mooie tekening voor jullie gemaakt. We komen dus weer binnen bij het huis met de grid. En dit is een versimpelde weergave. Ik ga jullie zo meteen in de meterkast precies laten zien hoe het werkt, wat je waar aansluit. Maar dit is even een simpele weergave om het concept goed te begrijpen. Dus we hebben de grid, de stroom van het net, die komt hier binnen, gaat door de hoofdzekeringen. Nou, dan gaan we natuurlijk eerst door een hoofdschakelaar. Maar en vervolgens gaan we dus hier naar de ingang van onze zonnepanelen, van onze batterijomvormersysteem. Dus de batterijen, dat zijn deze twee, en de omvormer, die komen eigenlijk op de ingang van het net. En zoals je ziet, het net gingen we direct naar de meterkast vanaf de hoofdzekeringen. Nu gaan we eerst naar ons omvormersysteem, want dit is de ingang. En de ingang, die moet afgesloten worden op het moment dat het net wegvalt. Dus valt het net weg, dan valt de ingang weg. Dan sluit ook de batterijomvormer de ingang af van het systeem. Want om te zorgen dat de mensen die aan het net werken niet onder stroom komen te staan, is het belangrijk dat die kabel van de omvormer wordt afgesloten. Maar onze batterijomvormer die heeft iets slims. Die heeft hier nog een extra uitgang, een out. Dus dat is een extra uitgang en daar mag die wel stroom op laten staan. Dus die out verbinden we met de meterkast. Dus op het moment dat het net wegvalt, dit gaat helemaal weg, blijft op de out stroom staan en dan hou je je stroom op je meterkast. En een bonus is nog, op het moment dat jij dan zonnepanelen hebt, die hier dan bovenaan zitten. Dus de zonnepanelen leveren stroom aan de omvormer. En deze omvormer die denkt dat er nog steeds net is, want die krijgt stroom van de uitgang van de batterijomvormer. Dus ook je zonnepanelen zullen blijven werken op het moment dat het net wegvalt. Doordat eigenlijk de batterijomvormer en het batterijsysteem het net simuleert. Dus ideaal voor noodstroom. Ik zal je eens even laten zien bij de omvormers hoe dit precies werkt en hoe je dit in de meterkast eruit ziet.
We staan nu bij de meterkast en ik ga je zo laten zien hoe wij dit Victron thuisbatterij hebben aangesloten op de meterkast en bedraad hebben. Nou, die bedrading die kan wijzigen per thuisbatterijmerk en dat doet het ook. Er zijn verschillende soorten thuisbatterijsystemen en die hebben ook verschillende noodstroomfuncties die elk iets anders aangesloten moeten worden. Nou, ik ga straks nog even in op de verschillen tussen de thuisbatterijsystemen en de noodstroomfuncties. Hoe die tot elkaar verhouden van een paar bekende merken. Maar ik ga je nu eerst even laten zien hoe het werkt bij het Victron systeem. Nou, bij het Victron systeem komt het stroom van het net, dus hier binnen, aan de onderkant van de hoofdschakelaar. Dus hier, we hebben in de meterkast even een fase showroom, komt er binnen. En vervolgens zie je dat we aan de bovenkant van de hoofdschakelaar takken wij hem af. We gaan één keer naar de aardlekautomaat en deze aardlekautomaat die gaat naar de omvormers. Daar gebruiken we een selectieve aardlekschakelaar voor. Voor de nerds, voor de details, mensen die daar graag van houden. Voor de anderen kunnen dit weer vergeten. Maar voor de aardlekschakelaar gaan we hier aan de bovenkant, komen we de meterkast uit. En dan gaan we zo deze kant op naar het verdeelkastje wat bij de omvormer zit van de AC-inzijde. En vanaf de AC-inzijde zie je hier aan de onderkant komt de stroomkabel hier de omvormer binnen. Hier de omvormer binnen en hier de omvormer binnen. Het is een driefase systeem en daarvoor hebben we ook drie omvormers. Nou, als we deze kap er even aftrekken, dan zie je hier dus ook de AC-in. En dat is dus die verbinding met het net. Op het moment dat het net wegvalt, dit is je verbinding met het net. Deze kabel die komt dus eigenlijk rechtstreeks van het net. En deze aansluiting die gaat helemaal uit en er staat geen stroom meer op het moment dat het net wegvalt. Waar nog wel stroom op staat, is de AC uit. Nou, die AC uit die gaan we nu volgen. Die komt hier dus weer uit, die omvormer. Geldt ook voor deze, geldt ook voor deze. Komen we hier bij de AC out. Nou, en deze twee schakelaars die zitten hier puur en alleen, zodat we de in- en uitgaande stroom bij de omvormer kunnen doen. Vaak hangt zo'n systeem in een garage. Dan kun je bij het systeem de omvormers aan- en uitzetten. Nou, als die kabel terug ook weer heel lang is, dan kun je hier ook hier nog een aardlekbeveiliging eventueel plaatsen. Wij hebben dat niet gedaan omdat het vlak naast elkaar is. Maar kijk, op het moment dat je dus een eilandbedrijf een noodstroomfunctie draagt, dan zou deze kabel anders, die teruggaande kabel, niet beschermd zijn. Nou, dan is het ook wijsheid om hier nog iets van een aardlek te plaatsen. Maar dat is aan de installateur of aan ons als wij het bij je komen doen. Dus deze AC out gaat terug naar de meterkast. Komen we dus weer terug in de bestaande meterkast. En dan gaat die kabel vervolgens naar de onderkant van deze omschakelaar. Nou, dit is een hele speciale automaat. En ik zal hem even laten zien, want ik heb er nog eentje extra in de hand. Zoals je ziet, dit is de omschakelaar. Hij staat nu in de middenstand. Dit is de uitstand. Nu staat hij uit. Dus op het moment dat je deze zo omhoog zet, dus aan de bovenkant, geeft hij altijd stroom door. Dan heb je één uitgang aan de bovenkant. Maar aan de onderkant heb je twee rijen. Je hebt de onderste rij en je hebt de bovenste rij. Op het moment dat die naar boven staat, gaat de bovenste rij door. Dus dan komt de stroom vanuit de Victrons. Gaat die door naar de bovenkant. Zetten we hem in de onderste stand. Zo, dan gaat de stroom die direct vanaf het net komt, gaat door naar de bovenkant. Dus heb ik hem in de bovenste stand, dan gaat de stroom vanaf deze hoofdschakelaar naar de aardlekautomaat. Door het Victron systeem AC in, AC out, komen we terug. En dan wordt mijn hele huis dus gevoed vanuit door de Victrons. Dus vanaf hier naar de groepen wordt het gevoed door de Victrons. Nou, op het moment dat ik hem naar beneden zou zetten, nu gaat de stroom direct vanaf de hoofdschakelaar naar de omschakelaar. En wordt mijn huis dus eigenlijk gewoon gevoed door het net. Dit is dus eigenlijk je oude situatie. Nou, waarom plaatsen we deze omschakelaar? Kijk, die omvormers, het zijn hele goede omvormers van Victron. Maar ze hebben natuurlijk nooit helemaal het eeuwige leven. Ze kunnen over 10 of 15 of 20 jaar kunnen ze een keer stuk gaan. Nou, dan moet er misschien onderhoud gepleegd worden. Dan kun je altijd weer makkelijk stroom van het net pakken door die schakelaar naar beneden te zetten. Ook tijdens het doen van software updates is het heel makkelijk dat je hem even naar beneden kan zetten. Dan gaan die omvormers één of twee keer opnieuw opstarten. En dan gaat niet elke keer de stroom in huis uit terwijl de omvormers opnieuw opstarten. Dus plaats altijd zo'n omschakelaar bij zo'n thuisbatterijsysteem. Dan kun je altijd van de noodstroom weer terug naar de gewone stroom. Dus onmisbaar een total omschakelaar in je meterkast op het moment dat je een batterijinstallatie doet. Dat is dus hoe de draden in de meterkast worden aangesloten. Nou, gaan we het nu hebben over de verschillende soorten noodstroom.
Wat denk ik belangrijk is, als we bijvoorbeeld kijken naar de Victron, waar de Victron zich echt in onderscheidt ten opzichte van de andere merken, is de transfer capacity. Nou, wat houdt dat in, transfer capacity? Hier staat bijvoorbeeld op deze omvormer staat AC transfer capacity 32 ampère. Nou, dit is een relatief kleine omvormer die we hier hebben hangen. Deze omvormer kan zelf 2400 watt geven. Maar hij heeft dus ook nog een 32 ampère transfer capacity. Wat houdt dat in? Nou, heel veel huizen in Nederland hebben bijvoorbeeld een aansluiting op het net van 3 keer 25 ampère bij 230 volt. Dus er komen drie draden, drie fasedraden, komen je huis binnen. En dan heb je dus op elke fase heb je 25 ampère. En dat wordt dan verdeeld over je huis. Nou, op het moment dat je dus deze omvormers, we gaan van de hoofdschakelaar naar dit systeem toe, gaan we naar de AC in en we gaan naar de AC uit. Dan kan dus die hele 3 keer 25 ampère kan door de omvormer lopen. Dus ik kan hier gewoon op de uitgang, kan ik gewoon makkelijk 3 keer 25 ampère gebruiken. Let erop dat je kabels dik genoeg zijn. Maar dat kan dus gewoon. Ik kan mijn hele hoofdaansluiting kan ik door de omvormer heen gebruiken. En zelfs nog iets meer, want het vermogen van die omvormer, die kan ook nog 10 ampère leveren, kan ik daarbij optellen. Dat noemen we peak shaving. Dus ik zou eigenlijk met deze omvormers, zou ik bijvoorbeeld achter in mijn meterkast, zou ik bijvoorbeeld prima 3 keer 35 ampère kunnen gebruiken. Dus eigenlijk kun je dan met je 3 keer 25 ampère netsaansluiting, kun je gebruik maken van een 3 keer 35 ampère netaansluiting. Dat kost normaal 1000 euro extra aan vastrecht per jaar, maar dat heb je, dat bespaar je dan uit door zo'n omvormersysteem. Want op het moment dat je dan wat stroom tekort komt, levert die omvormer dat bij. Dus dat is dan de peak shaving functionaliteit. Maar we hebben het hier natuurlijk over noodstroom. Dus op een manier, het maakt het aansluiten gewoon veel gemakkelijker. Doordat je hele aansluiting door de Victron kan. Nou, en heb je een grotere omvormer, bijvoorbeeld de 48-5000. Die heeft zelfs een transfercapaciteit van 50 ampère. Dus ook als je, de volgende die heeft weer 100 ampère doorschakelstroom. Dus voor elke aansluiting wat wils. Maar doorgaans kunnen we de hele omvormer door de noodstroom laten gaan. En dan kunnen we dus ook je hele woning achter de noodstroom zetten. Heel veel thuisbatterijsystemen die nu op de markt zijn, die hebben deze functie niet. Die hebben of helemaal geen noodstroomfunctionaliteit. Bijvoorbeeld bepaalde energieleveranciers met een eigen batterijsysteem, die hebben helemaal geen AC-out of noodstroomuitgang. Dus op het moment dat je, dan heb je een thuisbatterij in huis, je zet hem voor 10.000 euro in je woning, valt de stroom uit, heb je alsnog niks aan je batterij. Dus dan zit je alsnog in het donker, ondanks dat je een thuisbatterij hebt. Nou, met Victron heb je dat dus niet. Nou, en je hebt ook batterijen, zoals bijvoorbeeld de hybride omvormers van Solis, die bijvoorbeeld ook gebruikt wordt als een Chinese omvormer. En die zit bijvoorbeeld ook bij de Nexus gebruiken ze die volgens mij van Zonneplan. Die heeft wel een noodstroomuitgang, maar die heeft geen transfer capacity. Dus op het moment dat jij dan een omvormer hebt van bijvoorbeeld pak een beetje 8 kilowatt, dan kun je dus op die uitgang ook niet meer aansluiten dan 8 kilowatt. Nou, dus zou jij dan jouw hele huis door die omvormer aansluiten. Hun sluiten natuurlijk voor je aan. Hun sluiten sowieso de noodstroom niet aan. Dus hun laten die functie helemaal achterwege. Maar stel je zou hem dus wel aansluiten zelf. Dan kun je dus nooit je hele huis door die omvormer laten gaan. Want dan beperk je eigenlijk je aansluiting. Want jij hebt een 3 keer 25 ampère aansluiting. Dat is dus 17 kilowatt bij elkaar. En als je dan je hele huis erachter gaat doen. Maar die omvormer heeft maar een vermogen van 8. Dan halveer je dus eigenlijk je netaansluiting. Dan heb je nog maar 3 keer 12,5 te gebruiken in huis. In plaats van die 3 keer 25. Dus als je op zoek bent naar een omvormer met transfer capacity, dan zit je bij Victron gewoon ontzettend goed. Nou, ik hoop dat ik het niet te technisch heb gemaakt. En dat een paar mensen nog hebben kunnen volgen die deze video kijken. Dus, dat is even wat ik mee wil geven. Dus kijk, let op die transfer capacity. Heb jij bijvoorbeeld een Solis omvormer, een andere omvormer, een DAI bijvoorbeeld, ook een populaire omvormer. Die hebben wel noodstroomfunctionaliteiten, maar daar kun je niet je hele huis aan doen. Dus dan kun je wel de AC in verbinden met je meterkast, maar dan kun je op die AC out maar een paar groepjes doen. Bijvoorbeeld één groepje voor je keuken en je koelkast, maar niet voor je gehele woning. Zodat je je hele woning van noodstroom kan zien, zoals dat met de Victron wel kan. Nou, om het nog even kort samen te vatten. Op het moment dat jij dus interesse hebt in een thuisbatterij en jij vindt noodstroom belangrijk. Je wil gewoon dat je zelfvoorzienend kan zijn op het moment dat de stroom uitvalt. Dan heb ik drie belangrijke punten voor je waar je dus even op moet letten.
Nou, eerst is dus kijk of je thuisbatterij überhaupt noodstroom heeft. Ik heb al verschillende energieleveranciers plaatsen dus thuisbatterijen. Die hebben helemaal geen noodstroom of die sluiten hem niet aan. Dan geef je veel geld uit, ben je zo'n 10.000 euro verder. En dan heb je een batterij die wel handelt, maar helemaal geen noodstroom heeft. Dus als je dat belangrijk vindt, noodstroom, dan is dat misschien niet het systeem wat je nodig hebt. Nou, stap nummer 2. Op het moment dat ze noodstroom hebben, hoeveel noodstroom hebben ze dan eigenlijk? Kun je er bijvoorbeeld één groepje achter doen of één stopcontact? Of kun je ook, zoals net als met de Victrons, je hele huis van stroom voorzien? Dus kijk daarin ook naar je eigen wensen. Wat is voor jou belangrijk? Wil je gewoon een stopcontactje, is dat genoeg? Of wil je gewoon je hele huis voorzien? Nou, en op het moment dat ze dan die noodstroom hebben, wat is dan de overschakeltijd? Wil je elke keer, of als de stroom uitvalt, dan elke keer alle klokken resetten en vind je het niet erg dat er even 10 seconden geen stroom is voordat het systeem weer opstart? Of wil je een systeem dat naadloos overschakelt? Zodat je bijvoorbeeld smart home apparaten hebt, dat je niet al je lampen weer opnieuw in hoeft te stellen. Er zijn ook mensen die daar last van hebben bij andere systemen. Dus let hier goed op, denk hieraan. En maak daarin je eigen keuze. Nou, heb je deze video nou met volle aandacht bekeken en denk je, zo'n Victron thuisbatterijsysteem dat naadloos overschakelt bij noodstroom, waar mijn hele huis van stroom kan voorzien, dat lijkt mij ook wat. Dan komen ik en mijn collega's van de installatie graag bij jou langs om ook zo'n systeem te installeren. Je kunt dan een aanvraag doen via de link hier in de bio. Dan kom je bij ons offerte aanvraagformulier. Dan stellen we je wat vragen over je aansluiting of je al zonnepanelen hebt om tot het beste systeem voor jou te komen. Nou, heb je daar interesse in? De link in de bio. En voor nu bedankt voor het kijken. En wil je meer uitleg over noodstroomsystemen, Victron, thuisbatterijen, wat er allemaal mogelijk is? Abonneer dan en laat een reactie achter wat je in de volgende video wil zien. En dan zie ik je daar.